Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 10 juni 2016. Dit is het bulletin van vrijdag. Vandaag hebben we uiteraard weer Morse en een SSTV-plaatje in PD50 dat je kunt ontvangen op je smartphone met de app Robot 36 voor Android en de app CQSSTV voor iOS. Heb je zin in koffie? Nou, eigenlijk moet ik eerst nog even een uitzending afmaken, want anders dan staat dat ook weer zo onhandig natuurlijk. Oké. Gisteren donderdag en vandaag vrijdag is er weer vanuit het International Space Station met SSTV uitgezonden. Dit soort uitzendingen gebeurt gewoonlijk op 145-800 MHz en meestal met een van de PD-modus die ik vaak zelf ook gebruik. Ik ben benieuwd of er nog mensen hebben meegekeken. Ja, het volgende bericht is nogal triest. Bekende DXM Milt Jensen N5IA is op 73-jarige leeftijd uit zijn antennemast gevallen en overleden. Jensen stond bekend om zijn experimenten met full-size antennes op 160 meter. En verder nam hij ook aan 3 bekende expedities deel. Webwereld.nl beschrijft verder nog 8 besturingssystemen voor de Raspberry Pi. Bijvoorbeeld Commodore Pi, waarop je de oude Commodore games kunt spelen, of FreeBSD. Bij Inside is wel bekend, denk ik. H-Pi, wat eigenlijk staat voor To Hack with the Raspberry Pi. Het is echter vooral bedoeld om de veiligheid van het eigen systeem te testen en te verbeteren. Verder is er I2P-Berry, waarmee je anoniem kunt surfen. Toch is het leuk hoeveel er voor de kleine computertjes beschikbaar is door de grote aantallen mensen die zich ermee bezighouden. Wie een Twitter-account heeft, moet trouwens misschien een deze dagen zijn wachtwoord verplicht veranderen. De hack die hier de reden voor is, vond niet bij Twitter zelf plaats, maar bij sites met wie Twitter de wachtwoordgegevens deelt. Deel 27 van de serie over antennes. Zoals gisteren al vermeld, bestaat ook professioneel de behoefte aan het verbergen van antennes. Ik weet zelf het meest van het verstoppen van antennemasten voor mobiele providers. Vermaard is daarbij het voorbeeld van een niet-Nederlandse boom die langs de snelweg in Zuid-Limburg staat. De boom komt hier van nature niet voor, wel in de VS. En ook merkwaardig is dat hij maar niet groeit. Het betreft hier een experiment van Vodafone om een mast met antennes voor hun mobiele netwerk te verbergen. Zal ik nou maar weer verder gaan? Oké. In een moderne stadswijk was het bij de introductie van de mobiele telefonie in eerste instantie geen groot probleem om masten te plaatsen voor de providers. Meer en meer burgers kwamen echter in opstand, waardoor ook de gemeenten begonnen tegen te sputteren en eisen stelden, zoals bijvoorbeeld het gemeenschappelijk gebruik van masten door meerdere providers. Wanneer je over beschermde stadsgezichten praat met historische gebouwen, dan misstaat een antennemast in de ogen van veel mensen natuurlijk helemaal. Dat probleem speelt in een land als Italië met zijn vele historische plekken nog veel sterker dan hier. In Italië wordt bij vierkante middeleeuwse torens wel van elke hoek een klein stukje van de stenen verwijderd, waarna in de ontstane 4 ruimten een antenne voor een mobiele opstelplek geplaatst wordt. Vervolgens worden de antennes dan weer afgedekt met polyester in de originele vorm, waarna het polyester wordt geschilderd in het patroon van de oorspronkelijke stenen. Je ziet er absoluut niets van. Het Italiaanse bedrijf Calzavara is gespecialiseerd in het camoufleren van een aantal commerciële structuren, waaronder antennes. De antennes voor mobiele opstelpunten kunnen bijvoorbeeld worden verstopt in vrij gedesigned straatmeubilair, maar het bedrijf heeft ook een aantal verschillende kunstbomen, niet van echt te onderscheiden in zijn pakket. Uitsluitend bedoeld voor het verbergen van antennes. Onder andere diverse soorten palmbomen, cipressen, Oostenrijkse naaldhout, dennen en sparren. De manier van het bedrijf om antennes in een moderne stedelijke omgeving te verstoppen is onder andere in gebruikelijke gebouwornamenten, zoals bijvoorbeeld nep airco dakconstructies, maar ook nagemaakte schoorstenen voor op het dak. Voor buiten de stad worden voor langs de snelweg bijvoorbeeld reclameborden gebruikt, waarbij de mast zelfs nog extra winst oplevert uit de inkomsten van de verkochte reclame. Een linkje van het bedrijf met diverse foto's is te vinden op pa0ete.nl. Vergeet vanavond niet om naar de lange uitzending van de Daily Minutes op PI3 UTR te luisteren, vanaf 10:30. De uitzending is ook te beluisteren via fm.shorties.nl. Thank you.
Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2NOS en 's ochtends om 10:30. Aanvullende informatie bij de uitzendingen is te vinden op www.pa0ete.nl. Mail verder gerust je tips, commentaar en desnoods prietpraat naar xapenstaartje xdv.me.